weet je het natuurlijk nooit. Hoe is het de afgelopen dagen concreet gegaan? Hoe is deze transfer tot stand gekomen? Tot stand gekomen? Ik hoorde het eigenlijk volgens mij. Voor mij was het vrijdag. Dat Feyenoord het interesse in mij had. Ja, sindsdien is het eigenlijk heel snel gegaan. Wist jij gelijk wat je wilde en dat je wilde naar deze club? Nou, ik was voor mij vrij duidelijk geweest dat ik een nieuwe stap in mijn carrière wilde maken. In het begin was het natuurlijk het liefst het buitenland. Maar als vanuit het buitenland niet komt wat je hoopt, dan ga je ook niet zomaar naar een andere club. En op dat moment komt Feyenoord. En ja, als je kijkt naar Feyenoord, een grote club. Die toch wel altijd meedoet om het kampioenschap. En het hoogst haalbare. Een club met ambities die Europees voetbal wil spelen. Ja, dan moet je even nadenken. En ja, hoe pijnlijk het ook is voor heel veel mensen, heb ik de keuze wel gemaakt. Mama, mama, mama.